In de nacht van 1 op 2 november 2020 gebeurde er iets heel aparts in Spijkenisse. Bij eindstation De Akkers ramde een metro zich door de stootblokken aan het eind van het perron en kwam terecht bovenop een kunstwerk dat de vorm heeft van twee walvisstaarten. De beelden van de metro op de staart gingen de hele wereld over. Als het kunstwerk er niet had gestaan, was de metro waarschijnlijk in het water gevallen. Gelukkig was de metro leeg en kon de machinist er makkelijk uitkomen. Kunstenaar Maarten Struis was verbaasd dat zijn kunstwerk de metro omhoog kon houden, aangezien het van kunststof is gemaakt. Dit was natuurlijk een bijzonder absurde gebeurtenis midden in onze regio. Dit beeld moest natuurlijk wel vereeuwigd worden in de miniatuurwereld van Miniworld Rotterdam. Onze modelbouwers zijn dan ook direct aan het werk gegaan om dit voorval in miniatuur te vereeuwigen. We vonden een passende locatie in onze miniatuurwereld en speciaal voor deze scène bouwden we een nieuw metro-spoorviaduct. Intussen werd in ons modelatelier gewerkt aan het maken van de walvisstaarten. Deze zijn gemaakt van hout, aluminium hoorgaas en hieroverheen een laag gips, dat vervolgens helemaal met de hand is gevormd tot een walvisstaart. Dit is vooral heel veel werk met schuurpapier. En de staarten zijn zoveel mogelijk in de juiste kleur geverfd. Hierna was het zaak om een metro te bouwen. We hadden al een model in huis, wat leek op de metro, alleen was deze blauw en wit van kleur. Deze hebben we opnieuw geschilderd in zilver en de huisstijl van RIT werd aangebracht met stickers. Het spoorviaduct, de walvisstaarten en de metro zijn vervolgens samengebracht op een mooie zichtlocatie in onze miniatuurwereld. En vanaf nu is deze bijzondere gebeurtenis vereeuwigd in onze miniatuurwereld. Vond je deze video leuk? Geef deze dan een like en deel de video met je vrienden. En kom snel een keer kijken bij Miniworld Rotterdam.